Hoi, welkom terug in de shop. Vandaag gaan we de grasmaaier met ze balanceren en slijpen. En ik zat net te denken, dat is eigenlijk een heel goed teken, want dat betekent dat de lente eraan komt. Maar het is nog geen lente, want het is nog steeds goed koud hier, ook hier in de loods, dus het is wel lekker met die kachel aan. Ik heb hier het eerste blad eronderuit gehaald. Ik heb al eerder een aantal films gemaakt over messen slijpen van je grasmaaier en balanceren. Alleen vandaag gaan we het op een nieuwe manier balanceren. Ik heb een nieuwe balanceertoestelletje gekocht en dat laat ik je zo zien. Maar eerst was ik even aan het kijken naar die messen. Het zijn gewoon bijna ronde stangen geworden. Hier moet je kijken. Kijk, qua hoek heeft het natuurlijk, doet dit helemaal niks meer. Er zit niet eens meer de originele, 30 graden hoek aan. Hier op de zijkant kun je dat misschien zien, even zien. Kijk, hij is gewoon helemaal rond geworden. Nou, voor degene die er nu is, het mes kun je op meerdere manieren slijpen. Het maakt eigenlijk niet uit als het eindresultaat maar goed is. De eerste manier is bijvoorbeeld met je werkbank slijper. Kijk, zo'n ding. Hier kun je prima je mes mee slijpen, alleen ik vind het wat onhandig om de hoek eraan te maken. Maar het gaat natuurlijk wel. Een andere methode is met de haakse slijper of slijptol. Zoals deze. Kijk, hier kun je bijvoorbeeld zo'n afbraamschijfje opzetten. Alleen met een afbraamschijf krijg je ook een vrij ruwe rand. Je haalt best wel veel materiaal in één keer eraf. Ja, ik vind zelf die lamellenschijf, dat is zo'n schijf met zo'n stukje schuurpapier eigenlijk, hier kun je het zien. Kijk, allemaal lamellen en die heb je in een aantal ruwheden naar de schuurpapier, 60, 80, 120. Ik zal even kijken. Dit is een 60. Een 60 is prima voor grasmaaierbladen, heb ik uitgevonden. Even ervan uitgaande dat je blad mooi recht is. En niet krom is ergens tegenaan geslagen, want dan moet je het gewoon weggooien, niet gaan slijpen en gewoon een nieuw erop zetten. Makkelijkste is om het in de werkbank te zetten, maar je zou het ook met de goede bescherming vanuit de hand kunnen doen. Dat gaat eigenlijk ook als je bijvoorbeeld geen bankschroef hebt. Ik moet er trouwens even bij zeggen, de messen die je hier ziet, die zijn al een keer of 4-5 in totaal geslepen. Dus er is al best wel wat materiaal weg. Dan krijg je eigenlijk zo'n soort kuil erin. Ik zal je even laten zien. Kijk, dit is bijna zo'n ronding geworden. Maar dit moet eigenlijk gewoon strak recht zijn en dan knikt die hier omhoog. Maar door het vele slijten en slijpen is er niet meer zoveel van over. Dus we gaan proberen een nieuw patroon erin te maken weer. Nou, even een brilletje op. Kijk, omdat hij helemaal rond was, is nou de kunst om er weer een soort van 30 graden hoek aan te slijpen. Zodat hij weer mooi scherp wordt. Aan één kant, niet als een mes zeg maar, een keukenmes aan twee kanten. Alleen de bovenkant van het blad. En die 30 graden hoek, die wil je eigenlijk, je wilt hem scherp maken, zodat het gras mooi gesneden wordt. Maar niet zo dun, zodat het blad weer helemaal kwetsbaar wordt. En bij elk klein stukje zand, molsoop, whatever, dat je dan je blad meteen beschadigd hebt. Dus niet te dun en ook niet te dik. Nou, doen we nog een laagje eraf halen. Nou ja, zo ga je dus eigenlijk door totdat je hem helemaal mooi recht hebt en mooi scherp hebt. En dan doe je de andere kant en dan kun je hem gaan balanceren. Ik ga nou de andere kant doen en dan gaan we hem balanceren. Kijk, dit is direct na het slijpen. Het is niet zo heet dat mijn handschoen ervan smelt of zo. Dus, want het is echt gewoon een soort schuurpapier wat er overheen gaat. Weliswaar met een hoge snelheid. Kijk, dit ziet er al een heel stuk origineler uit weer. Die hele hoepel die heb ik eruit geslepen. En aan de achterkant, kijk, je ziet niks. Dus hier slijp ik niet. En ik heb ook geen rare karteltjes of randjes. Hij is gewoon heel mooi dun, maar ook niet te dun. Dus dit is ongeveer wat je wil hebben. Nou, ik moet het hout hier bijvullen hier binnen. Dus ik had even buiten hout gepakt.
in krijgen. Nou gaan we het mes balanceren. En dat is eigenlijk niks anders dan zorgen dat, dat je aan beide kanten evenveel materiaal eraf hebt gehaald. En dat doe je omdat anders je maaier gaat trillen. Heb je zo'n duwmaaier, dan voel je dat in het handvat. En als het heel hard trilt, dan kan zelfs je hele blok, die ophanging, kan los gaan zitten op je maaier. Nou, dat wil je niet. Dat is gewoon slecht voor je materiaal. Bij een zitmaaier voel je dat ook in het dek trillen. En dat wil je niet. Dus balanceren. Nou, dat kun je eigenlijk op drie manieren doen. Twee huistuin- en keukenmanieren en één wat betere manier. Dat zal ik nou even laten zien. Nou, één manier wat ik wel eens zie is dat ze het zo op zo'n verloopstukje van je ratelset bijvoorbeeld leggen en dan zoeken totdat die in balans is. En als die dan niet in het midden ligt, ja, dan weet je dat die uit balans is en dan haal je er aan een bepaalde kant wat materiaal af. Alleen, ja, dit is gewoon, kijk, hier zit een stukje vierkant eraan. Ik vind dit gewoon nog steeds pielen. En nou zou die dus aan die kant wat te zwaar zijn. Dus ja, dit is niet echt optimaal. Dus ja, een andere methode is deze. Ik heb hem hier nog ergens in de muur zitten. En dat is eigenlijk gewoon hier een simpele schroef in de muur. Twee streepjes op waterpas gezet voor mezelf even. En dan als die recht blijft hangen, ja, dan weet je waar je iets eraf moet halen als die dus niet recht blijft hangen. Kijk, hier is die dichter bij dat rode streepje dan daar. Dus dan is je aan deze kant iets te zwaar. Dus hier zou er nou iets af moeten. Dat gaat op zich prima. Alleen je balanceert maar in één richting. Dus alleen zo en niet zo in het blad. Nou, dus wat heb ik nou gekocht op Amazon? Volgens mij was het ding een tientje of zo. Ze hebben heel veel van die plastic te koop staan. Maar ik wil per se eentje hebben van metaal. Ik ga wel langer mee, denk ik. En dat is eigenlijk gewoon dit tolletje met een spins puntje. En dan heb je een soort piramide dat alle soorten messen erop passen. En dan kun je je mes balanceren. Nou ja, dit is dus gewoon een soort spits puntje dat valt hier in dat kelkje. En dan hier zo. En dan leg je daar zo je mes bovenop. Ja, dus nu zie ik dat diezelfde kant ook weer wat lager hangt. Alleen nu balanceer ik eigenlijk hoe die opgehangen is aan de maaier. En dat is natuurlijk wel voordeliger. Wacht, even kijken dat die goed in dat gat zit hier. Kijk, je ziet dat dit ding nou niet mooi uitgelijnd is. En dat geeft aan dat deze kant te zwaar is. Kijk, en daar doe ik het voor. Nou is die nagenoeg, ja, hij is gewoon recht nu. Dus dat betekent dat hij netjes in balans is. Nou ja, dit is het eigenlijk. Dus als je het zo aanpakt, dan krijg je een mooie, groene, strakke grasmat. Zonder van die bruine punten. Want bruine punten is eigenlijk gewoon, het gras is gewoon eraf getrokken door het mes. Eigenlijk was dit een soort ronde buis, een halve lantaarnpaal die ronddraait onder de grasmaaier. Dat had niks meer met een mes te maken. Maar dat komt ook omdat ik hier honderden molsopen heb. En eerst dacht ik, die doe ik even plat. Ja, een mol vangen heeft hier ook geen zin. Dus ja, ik beperk het nu tot één of twee keer per seizoen slijpen. En dan, het zij zo, zeg maar. Eigenlijk moet je een soort klepelmaaier hebben of zo. Nou, dit mes gaat er weer onder. Ik ga nou die andere twee ook nog even doen. Als je een soort motorbrug hebt, dan is het handig om, ja, dan kun je hem bij zo'n zero-turn maaier in ieder geval, kun je hem mooi hierop zetten en dan omhoog doen. Wel voor de veiligheid, onder het dek heb ik twee van zo'n bokjes nog staan. Want mocht die brug wegschieten of die zwenkwielen omklappen, je weet het niet, dat je dan niet je arm kwijt bent. Kijk, ik had de andere mes er ook even onderuit gehaald. Dan kun je mooi het verschil zien. En dan zie je dat die veel ronder is. Die is hartstikke kapot en die is nou mooi scherp. En er zit een mooie originele hoek weer aan. Misschien iets te breed gemaakt, maar ja, dat is ook gewoon wat je polijst eigenlijk met die lamellenschijf. Nou ja, ik hoop dat je wat gehad hebt in deze film. Met deze simpele stappen kan het eigenlijk gewoon niet fout. Ik ga nu buiten
het stuk maaien waar die moestuin moet komen. En daarover binnenkort meer. Want ik ben een beetje aan het uitdokteren van ik weet nu waar die moet komen. Dat heb ik een beetje uitgezocht met de zonnestand, schaduw, dat soort dingen. Maar ook hoe ver is het lopen als je er water naartoe moet brengen of zit er water in de buurt, dat soort zaken. En dat ga ik proberen in de volgende video's ook een beetje vast te leggen. Dus heb je vragen over het messerslijpen? Stel ze gerust in de comments en anders op naar de volgende video.